Hoe was de race? Dit was racen, zeg maar. Nee, het was een hele vette race. Oh, het was een hele vette race. Maar dat konden we eigenlijk pas aan het einde concluderen, volgens mij. Het was wel nog vetter dan... Ja, toch? Ja. En toen we het resultaat wisten, toen was het nog vetter. Ja. Maar even over dat resultaat weten, hè? Wanneer wist je dat? Nou, 10 minuten nadat we over de finish waren. Het duurde wel eventjes, dat was wel even irritant. Maar toen zagen we de oranje supporters de handen in de lucht steken. Toen dachten we, oké, dat is sowieso een goed teken. Sowieso een metaal. En nou, toen beseften we dat het voor ons was. Het was voor ons al goed genoeg. Dus. Ja, mooi. En nu? Party! Nu chillen! Banaantje eten! En avondeten! Jongens, ze zijn pas bij rigger 1, dus als ik jullie was zou ik gewoon nog heel lang door blijven kletsen. We gaan lekker goed vieren vanavond, vakantie houden en genieten van de staat. Goed zo. Eens nog een keer terugkijken. Ja. Weet je nog een idee op hoe het echt ging eigenlijk? Ja. Geen idee namelijk. Veel plezier. Oké. Zo, ik heb hier echt hele grote schoenen. Ik heb echt kleine schoenen. Ik heb ook hier kleine samen. Dit is wel echt maximaal professioneel. Gelijk de opstelling voor volgend jaar uitproberen. Of? Zeker, zeker. Zo doen we dat. This is how we roll. Oké, uitzetten. Oh, ja. Ik luister niet. Oh, ja. En dames, wordt dit hem?